De leiding van het Korps Politie Suriname heeft tijdens een persconferentie haar licht laten schijnen over actuele vraagstukken de politiemacht rakende. De ontmoeting met de media vond plaats op woensdag 27 oktober 2021 en wel op het hoofdbureau van de politie. Korpschef Roberto Prade stond de communicatiedienst Suriname, CDS, als volgt te woord. We hebben sowieso dat van die onderbezetting die ons parten speelt. We hebben zeg maar een tekort aan wat middelen. En dan denken we aan voertuigen, wat ik eerder zei, en wat middelen ter handhaving van verkeersveiligheid. En natuurlijk zijn er ook wat andere zaken hoor. Maar die proberen we toch wel op een andere manier op te vangen. Maar al met al moet ik zeggen, deze situatie mag sowieso niet te lang gaan duren. Maar ik ben ervan overtuigd dat de overheid van goede wil is. En dat ze er ook alles aan gaat doen om de middelen vrij te maken, zodat de politie haar werk kan doen. Eigenlijk is provincie nummer 1. Helaas kan je proberen er alles aan te doen. Maar om preventief bezig te kunnen zijn, heb je sowieso middelen nodig en mankracht. We proberen het ook met voorlichting, communicatie naar de samenleving toe. Vandaar dat ik heb gezegd van als wij die groep binnenkrijgen, en de bedoeling is dat we deze mensen gaan opleiden tot surveillanten. Dus dat we in één keer een grote hap zeg maar op straat krijgen. En de bedoeling is dat deze mensen dan preventief bezig gaan zijn. Ik weet niet of de samenleving zich een voorstelling kan maken om in één keer gewoon 300 politiemannen op straat te hebben. 300 politiemannen op straat te hebben, dat was eigenlijk de bedoeling. Oké, dat is helaas niet gelukt, dus we moeten het doen met de mensen die we hebben. En dat heeft natuurlijk zo'n weerslag op het preventieve. Dus helaas moeten we het nog hebben van het repressieve. Dat is natuurlijk wel jammer, want dan is het kwaad al geschied. Mensen zijn als slachtoffer geworden. Maar we hopen op het beste en we werken naar een situatie waarbij we veel meer nadruk kunnen leggen op het preventief gedeelte. En natuurlijk, als er überhaupt wat gebeurt, dat we er wel snel bij kunnen zijn. Want ook dat is een stukje voldoening voor mensen. Als ze slachtoffer zijn geworden, dat de politie binnen de kortste keren aanhoudingen kan verrichten. En dat die mensen die daar verantwoord voor zijn, dat ze voor het gerecht worden gesleept. Ja. Verruwing zijn eigenlijk, gebeurt er niets dat eerder niet is gebeurd. Toch? Maar elk geval dat zich voordoet, is er één te veel. Is er één te veel. Wat wij proberen te doen, is middels het vooraf inwinnen van informatie. Die dadergroepen zijn bekend. En ik moet aangeven hoor, dat we nu nog een beetje achterlopen, omdat een aantal zaken nog niet in place zijn. Een belangrijk project dat nog achterloopt in dit kader is het betrekken van de samenleving. We doen wel een beroep op de samenleving om ons te helpen met informatie, maar we zouden dat op een gestructureerde manier willen doen. Het project is in principe al zeg maar in kannen en kruiken, om het zo te zeggen. We zitten nog even met een financieel deel dat daaraan zeg maar kleeft. Als wij dat project kunnen implementeren, dan denk ik dat we veel meer armslag zullen hebben. En veel meer slagen kunnen toebrengen aan de onderwerp. Dus dat is eigenlijk waar we op een doelen. Zodat wij de focus kunnen verleggen van het repressieve naar het preventieve. Dus het preventieve zal niet alleen zijn dat u meer politiemannen zal zien. De burgerij zal ook de mogelijkheid hebben om op een zeg maar georganiseerde, gestructureerde en discrete manier informatie te verschaffen aan de politie over op handen zijnde criminele activiteiten. En ook al heeft men geen detailinformatie, maar als men een clue kan geven, dan kan de politie alvast in stelling worden gebracht om het een en ander te onderzoeken. Dus daar willen we eigenlijk naartoe. Maar de samenleving, ik heb in het verleden al even erover gesproken,
Maar het project is nu even on hold vanwege wat ik eerder zei, het financiële plaatje dat daar aan kleeft. Maar we hopen dat wij richting dit jaar het een en ander kunnen gaan actualiseren. Om volgend jaar toch wel over te kunnen gaan tot implementatie daarvan. Het behoeft verbetering en uitbreiding, denk ik ook zo. Dat er toch wel wat meer mensen, althans departementen, zich betrokken gaan voelen. Om sowieso de aandacht die de jeugd verdient. En dat kan op allerlei manieren hoor. Om dat ter hand te nemen. Voor nu is het eigenlijk vrijwel de politie alleen die bezig is, de afdeling jeugdzaken, jeugd en zeden. Maar de politie kan het niet alleen, de politie moet het ook niet alleen. Er zijn andere inzichten en de politie gaat zaken bekijken vanuit haar referentiekader. Ik denk dat vanuit andere departementen, de mensen hebben andere referenties, maatschappelijk werkers, sociologen, noem maar op, dat zij ook een bijdrage kunnen leveren. Want we praten over groepen van personen. En dat is juist, dat zijn eigenlijk de studieobjecten en subjecten van sociologen. Om groepen van personen te bestuderen en op basis daarvan adviezen en voorstellen te doen. Dus ik hoop van ganse harte dat die samenwerking er komt met de verschillende departementen. Zodat wij onze jeugd kunnen redden van eigenlijk de ondergang die dreigt.